Mijn naam is Saskia de Man. Ik ben programmamanager jeugdzorg voor de gemeente Zaanstad. En ik heb in de workshop net proberen uit te leggen hoe belangrijk het is om samenloop van voorzieningen in zicht te krijgen als gemeente. We spreken allemaal over een integrale aanpak waarbij we gezinnen goed willen ondersteunen, goed willen helpen. Maar dat kunnen we eigenlijk pas doen als we snappen in welke gezinnen, welke vraagstukken spelen en welke voorzieningen daar aan ten grondslag liggen. Dus we hebben op een vrij oneigenlijke manier geprobeerd om dat inzicht te verkrijgen. We hebben een gegevenslaboratorium georganiseerd, waarbij 15 verschillende organisaties hun gegevens met ons hebben willen delen. Dat hebben we gebundeld. Vervolgens hebben we alles weer teruggegeven en geanonimiseerd. En op basis daarvan hebben we de conclusie kunnen trekken dat 24% van alle huishoudens in Zaanstad een vorm van voorziening heeft, of meerdere. En van die 24% dat ruim 60% meerdere voorzieningen heeft. Dus een beroep doet op meerdere voorzieningen van gemeenten of andere organisaties. En dat brengt ons tot de conclusie dat een integrale aanpak vanuit de gemeente heel zinvol kan zijn. Omdat echt de meeste gezinnen problemen hebben op meerdere domeinen, op meerdere gebieden. Dus dat een integrale aanpak daar goed voor zal werken.